Ik vertrouw erop dat het puur komt door wat op het bord ligt. En zijdelings zal meespelen inderdaad dat er een groenere wind waait binnen Michelin. Vorig jaar kreeg restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen een Michelinster. En nu al komt daar een tweede bij. Heel bijzonder, ook omdat dit een veganistisch restaurant is. Nee, het is helemaal vegetarisch en eigenlijk voor 99% veganistisch. Lepeltje honing bij de thee nog wel en een klontje boter bij het brood. Maar we zitten aardig op de koers om het volledig op basis van planten te bereiden, het eten. De Nieuwe Winkel haalt producten vooral uit de eigen regio, zoals bijvoorbeeld het Voedselbos bij Groesbeek. We halen de producten uit een voedselbos en nog twee andere tuinen waarmee we samenwerken. Onze belangrijkste doelstelling is minder beesten, meer planten, dat de norm wordt. En het tweede is dan hoe groeien die planten? Is dat monocultuur met gif en kunstmest en een hoop input? Of is het een systeem zoals bijvoorbeeld een voedselbos? Hè? Revolutionaire vorm van landbouw geïnspireerd op de natuurlijke werking van een bos. Nou, dat laatste heeft natuurlijk de voorkeur. Dus we zoeken naar manieren om de producten die zo'n voedselbos voortbrengt te maken tot lekker eten. Dus dat is een belangrijk deel van ons werk. Eten bij het restaurant is niet voor iedereen weggelegd. Er is een lange wachtlijst en het menu is niet goedkoop. Je moet begrijpen, natuurlijk is een Mercedes duurder dan een Volkswagen. In de gastronomie geldt dat ook. Hè. Het ene restaurant is duurder dan het andere. Dat is inherent in ons geval aan de ongelooflijke hoeveelheid arbeid die erin gaat zitten. Het is een keuze die je maakt en voor sommigen is het niet weggelegd. Dat realiseer ik me heel goed. En je wenst dat dit voor meer mensen beschikbaar is. Gezonde voeding in het algemeen. Behalve twee gewone Michelinsterren heeft het restaurant ook een groene ster vanwege hun duurzame aanpak. Hopelijk is het een inspiratie voor anderen. Nou, je hoopt stiekem nu dat we de derde Michelinster hebben gehaald, hè, twee gewone zal ik maar zeggen en één groene, dat vooral ook jonge koks aanzet om in deze richting te gaan werken. Want dit laat zien dat je net zo goed waardering kan oogsten voor werken met planten dan dat je dat doet met de luxe producten zoals we die kennen in de traditionelere sterrenzaak. Dus laat het vooral een inspiratie zijn, laat het vooral ook een aanmoediging zijn en laten wij vooral over 10 jaar hopeloos ouderwets zijn.